Het populaire televisieprogramma The Voice of Holland, waar miljoenen mensen met heel veel plezier naar keken, is per direct van de buis gehaald na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Maar kan The Voice nog terugkeren op tv? Wij van Straatpraat vragen het op de markt in Schagen. Nee. Liever niet. Nee, ik keek er al sowieso nooit naar. Maar het is al een beetje een soapserie aan het worden, hè? Maar ik denk ook wel dat het een beetje overtrokken wordt. Want op een gegeven moment begint, ook wat te zeggen over Humberto Tan, Albert van Linden. Dan denk ik, ja, maar waar moet het nou weer? Ja, het is natuurlijk ook een beetje een bizarre wereld. Ik kijk er nooit naar. Dus, nou, weet ik niet hoor. Laat me even afwachten, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, ja, ik denk niet dat het nog gepast is, nee. Oh, nou, dat denk ik niet. Nee. Maar ja, het is ook ik vind het lastig. Je hoort tegenwoordig zoveel rare dingen. Maar er wordt wel wat losgemaakt, denk ik. En niet alleen bij zo'n programma, ik denk het wel meer. En ik denk dat iedereen, als je kijkt naar wat die misschien ooit gedaan heeft, wel eens denkt van, oeh, als hij dat nu gedaan had, was dat nat dan. En als je dus echt als meisje zangeres wil worden, ja, je bent 16, 17 jaar, dan ben je in de glorie van je welzijn. Dan heb je wel eens mannen die daar misbruik van maken. Helaas is het voor alle tijden. Ja, ik vind het van wel. Ja. Ja, ik vind het. Ze moeten gewoon de mensen die het verkeerd gedaan hebben, die moeten ze eruit knikkeren. Het ligt eraan wat de uitslag is hiervan, hè? Maar waar rook is vuur. Dus. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb er geen goed gevoel bij, laten we het zo zeggen. Nou, ik vind het niet, eerlijk gezegd. Nee, liever niet. Ik kijk het elke vrijdagavond met mijn dochter. Maar na al die toestanden denk ik, nou, dat is geen voorbeeld meer. Zeker niet voor kinderen. Dus ik zeg, nou, doe maar niet. Ga eens maar even schoon schip maken, dan zien we wel weer verder. Ik vind van niet. Nee. Nee, ik vind het te erg. En voor de vrouwen mag wel eens opgekomen worden, want het is toch wel heel erg. Ja, voor mij hoeft het niet. Het kan natuurlijk wel, maar ik kijk er al. Het is al te oud. Ik kijk er eigenlijk al nooit meer naar. Dus heel af en toe denk ik van, oh, ik ga eens even kijken. Maar voor de rest. Maar ik vind het wel heel erg wat er nu gaande is. Nou, ik kijk er nooit naar, maar ik vind als ik het zo lees, vind ik dat het klaar is. Je weet je, ja. Ja, dit gaat nooit meer worden wat het was, denk ik. Maar ik kijk er nooit naar. Dus in die zin ben ik een beetje wel onbevooroordeeld, maar. Nee. Nou, er zijn de geruchten al genoeg, hè. Het wordt tijd dat ze dat goed er is heel goed uit zoeken. Maar ik vind het te koud om te blijven staan. Ik denk op termijn wel, denk ik. Het is een succes voor de jeugd. Dus ja, waarom niet? Ja, ik denk het uiteindelijk wel, als het allemaal weer een beetje overgewaaid is. En misschien met andere mensen. Dus ja, het moet eerst maar allemaal blijken wat allemaal waar is en wat niet. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat iedereen alles kan opnieuw beginnen. Ik heb er nog nooit naar gekeken en het is natuurlijk allemaal schandelijk wat er gebeurt. Hè? Dat je je lijf daarvoor moet inzetten om een goede plaats te krijgen. Ik lees nu bijvoorbeeld een boek over het Vaticaan. Van zeg maar 1000 jaar terug tot nu. En dan lees je ook verhalen en je denkt, hoe is het mogelijk? Maar het is voor alle tijden, helaas. Volgens mij wel. Ja, het zit hem in personen en ik denk niet in het concept op zich. En ik denk dat de leiding meer in moet grijpen op misstanden. Dus ik denk dat The Voice op zich is veel te leuk om jong talent in die show terug te zien. Ik hoop van wel, maar dan met een andere samenstelling. Want het was een supergezellig programma. En het is vreselijk zonde dat er mensen zijn die dus eigenlijk zo'n programma misbruiken voor hun eigen genoegens. Ik vind het schandalig, in één woord. Maar ik hoop wel dat ze terugkomen, want ze geven ontzettend veel plezier.